Het is minder koud dan gisteren, maar gelijk wel een heel stuk natter. Nou, gaan we met Steve zijn zaad. Deze auto, dat is wel lachen. Zal ik zo even vertellen als ik zit. Deze doet het nog steeds. Even mijn gordel eerst aan. Deze auto is ook een beetje koud. Ja. Geef het een motorsymbooltje. Heb je liever dat ze de mijne pakken, anders dan mikken we deze bij mij af. Nee hoor, het moet gewoon even warm worden. Ja, er brandt een motorsymbooltje. En hij is er al mee naar onze garageboy geweest. Ja. Maar die zegt dat het geen kwaad kan dat hij ermee kan blijven rijden. Het is de thermostaat die kapot is. Ja. Nou ja. Je leest dat uit en die heeft zelf ook zo'n zaak. Dus precies hetzelfde. Die heeft het zelf ook een keer gehad. Nou ja, we gaan het merken. Dus thermostaat, daar kun je mee blijven rijden, maar ik wil het wel binnenkort gerepareerd worden. Ja. Yep. Nou, dan komen we langs ons huisje, daghuisje. Right. Wat ik wilde vertellen, deze auto hebben Geer en ik gekocht toen ik zo dom was om onze Toyota Avensis Verso in de goot te rijden. 4 jaar geleden. 4 jaar geleden, ja. En toen hadden we heel snel een nieuwe auto nodig en toen kwamen we op deze via een collega van ons. Die ook werkt bij een autodealer in Nesje. En die heeft ons deze auto verkocht toen voor iets van 2800 euro of zo. Gewoon omdat we niet zoveel geld hadden, maar op dat moment... je kan hier niet wonen zonder auto, weet je wel. We moesten gewoon een auto hebben. En toen kwamen we er later achter dat deze auto getrimd was en omgebouwd. Getrimd met andere woorden, hij turbo kreeg een turbo en dat is gebeurd in de beste trimshop in Zweden. De papieren hebben we, die vonden we tussen de papieren. Dat vertelde onze garagejongen, van dat is, die auto is veel meer waard geworden daardoor. En het ombouwen, dat betekent dat hij op ethanol kan rijden. En dat wordt hier in onze omgeving in ieder geval best wel verkocht. Ja. En dat betekende dat we onder de euro per liter konden rijden. Alleen in de winter moet hij iets meer benzine tanken. Want normaal is het 3 keer ethanol, 1 keer benzine. Dus elke 4e tankbeurt is benzine. Maar in de winter moet je dat ietsje verhogen. Dan heb je iets meer smering in je motor. Maar wij zijn er dus achter gekomen dat die auto ons verkocht is. Zonder dat dus de dealer het wist. Want het stond ook niet in de advertentie. Ja, we hebben natuurlijk helemaal niet op advertenties gelet. Maar die stonden wel op internet. En als ze dat geweten hadden, had die auto dubbel zoveel waard geweest. Dus hadden wij hem niet gekocht. En omdat ik toen nog heel veel last van mijn heup had. En enorme moeite had met het in- en uitstappen. De lage zit. Hebben we gezegd, Steve, is dat niks voor jou, deze auto? Hij had toen een BMW in de tussentijd. En die had veel problemen. Elke keer allerlei reparaties. Toen heeft hij deze auto... BMW-reparaties zijn duur. Ja. En toen heeft hij deze van ons gekregen. En sindsdien rijdt dat kring. We hebben er ook heel veel reparaties aan gehad. We hebben er belachelijk veel problemen mee gehad, ja. Met deze, ja. En dat hebben we allemaal verholpen. En vervolgens was dat waarschijnlijk ook het enige. Ja. En heeft Steve er gewoon vrijwel probleemloos mee gereden. Ja. Niet helemaal. Ik heb het toen wel van jullie gekregen, maar op voorwaarde dat ik het laatste probleem zelf oploste. Want er was een probleem toen ik hem van jullie. Ja, er was iets met de waterpomp of zo. Of, ja. En dat kostte 200 euro geloof ik. Dus 250. Zoiets. Dus voor die prijs heb jij deze auto van ons genomen. Ja. En toen hebben wij mijn Hyundai'tje gekocht. En je bent met deze auto dit jaar ben jij naar het noorden gereden helemaal. Naar Kebnekaise. Tenminste, dat was het plan. Ja. En toen zei de benzinepomp van zoek het uit trouwens. Het was daarvoor al. Het was de benzinepomp die had ik er net in zitten. Ja. Die was nog geen maand oud. Nee. En onderweg naar Kebnekaise, de hoogste berg in Zweden, helemaal naar het noorden. Toen begaf hij het. Ja. Dus toen ben ik gestrand midden in het bos. Tussen de beren, letterlijk. Ja. En toen moest hij gesleept worden. En heb ik voor 500 euro een nieuwe pomp erin moeten doen. Want het is allemaal wat duurder in de noorden. Want daar krijgen ze geen onderdelen. Geen onderdelen. Nee.
En die benzinepomp die kapot is gegaan, die hebben we opgestuurd. Ja. Want daar zit garantie op. Maar ja, het kan 6 maanden duren voordat ik de antwoord op kreeg. Dus daar zit ik nog op te wachten. Ja, maar in feite heb jij dus een hele hap uit je vakantiebudget moeten betalen om een auto te huren ook. Ja. En die nieuwe pomp te betalen, dus dat is wel even zuur geweest. Ja. Maar goed, hij is wel gemaakt en hij rijdt gewoon. En deze auto is ook iets van 14 jaar oud of 15 jaar. Dus het is geen jonkie meer, het is een Saab, dus die worden ook niet meer gemaakt. De onderdelen nog wel. Want dat was een voorwaarde toen Saab sloot, zijn deuren sloot, dat ze nog een aantal decennia dus de onderdelen bleven maken voor alle auto's. Maar goed, deze is natuurlijk wel al oud, dus uiteindelijk houdt het ook een keer op. Ja, maar ja goed, voorlopig rij je ermee. En inmiddels heb ik hem langer dan 2 jaar. Ja, precies. Nou ja, en ik heb ook geen moeite meer met in- en uitstappen. Maar wij hebben natuurlijk ook al andere auto's gekocht in de tussentijd. Zo gaat dat met auto's. Nou, op weg naar Wetlanda. Daar moet Steve voegsel halen. Zwart voegsel. En dat kan bij 2 winkels. De Optimera en de Golf City. Allebei dure winkels helaas. En dan gaan we ook nog even naar het Bielthema kijken of ik een coupé-warmertje kan vinden voor weinig. Die we op de EcoFlow Delta kunnen aansluiten. En waarom op de EcoFlow Delta? Omdat we anders een gaskacheltje mee moeten nemen. En we niet echt een oppervlak hebben waar we dat op een veilige manier kwijt kunnen. In de, ja, die kleine auto. Dus een elektrisch kacheltje is gewoon eigenlijk veel minder gevaarlijk. We kunnen zelfs nog ophangen als we dat zouden willen. Nou, eens even kijken of we gaan slagen voor onze boodschappies. En een elektrisch kacheltje gebruikt geen zuurstof zoals een gaskacheltje dat doet. Nee, precies. Dus dan is dat een stuk veiliger in een kleine ruimte. Ja. Geen last van zon. Ja. Een hele gemene weerkaatsende zon op het asfalt, ja. Geen last van koolmonoxide of zoiets? Nee, kooldioxide, koolmonoxide. Ik weet ook nooit het verschil. Koolside. Kooldinges. Kooldinges. Hoppla. Jongen. 4 graden, het is 7 graden inmiddels. Wauw. Ja. Rijden we eerst heen? Optimeren denk ik maar. Ja. Dat is waar we voor gaan. Yes. Daar zit de Dollar Store. Dollar Store. Meegenomen. Nou, hier met Landa in zijn we ook van het gesproei van de vrachtwagen af met vies pekelwater. Ja. Het Landa is vooral een industriestartje. Is niet gezellig. Het heeft een heel klein gezellig centrum, maar ja, daar maken we eigenlijk nooit gebruik van. Optimera, hier moeten we zijn. Voegsel. Nou, ik weet niet of ik hier mag filmen, maar zo niet dan wel. En zo wel dan niet. Tot zo. Nou, we mochten binnen niet filmen, maar goed, daarvoor vragen we het ook. En Steve heeft dit gekocht. Zwarte siliconenvoegsel voor in de badkamer. Ja. Nou is het natuurlijk anders dan wat je hebt zitten al. Want er zit pulver, noem je dat? Poeder. Zelf aanmaakvoegsel in. Ja. Maar dit is een tijdelijke oplossing. Omdat hij gewoon heel graag geeft dat die hele vloer eruit gaat. Omdat hij ook wil inspecteren hoe het eronder uitziet. Ja. En daar is dit de beste oplossing voor. Tussenoplossing. Ja, en misschien houdt dit ook gewoon beter. Ja. Dus het is een goed experiment. We weten nu gewoon hoe voegsel werkt. Hoe normale voegsel werkt. En dan kunnen we dit tijdelijk even proberen. En dan kunnen we later kijken welke van de twee we het beste vinden. Precies, want papa die gaat nou... Geer gaat nu de hele vloer dus de voegen eruit slijpen. Dit is het merk. Ardex. En even kijken, dan staat... Het staat niet in het Engels, het staat alleen maar in de Noordische talen. Waldrums silicone. En dat zijn hele kleine lettertjes. Ik weet niet of dat werkt. Geen idee. Kunnen het altijd checken. Het is €16 per flesje. Ja. Ja. Right. Nou, even Geertje weer bellen. Kijken
wat hij nog meer nodig heeft. Er is één tegel die heeft een punt, die heeft geen steun eronder. Ja, dus dat is waarschijnlijk ook de oorzaak waarom het voegsel kapot is gegaan. Een van de oorzaken. En daar wilde die eigenlijk inderdaad dun voegsel onder laten lopen. Maar ja, dat hebben we dus nu niet. Dus ja. Even kijken hoe die dat wil oplossen. Dus we gaan hem bellen en dan gaan we verder met onze boodschapjes. Tot zo. Oké, dan gaan we over die fantastische weg naar de beeldthema. Dus dan gaan we even naar de ringweg toe. Het is dan geen gezellig startje, maar je hebt er wel zo'n beetje alles wat je nodig kan hebben. Bij onderhoud, reparatie van alles en nog wat. Materialen. En dan zijn ze hier in het noorden toch eigenlijk nog niet zo goed equipped als in lagere gelegen landen. Die vastzitten aan de rest van Europa, even zo zeggen. Het enige wat we eigenlijk in dit stadje missen zijn een IKEA. Ja. En een Jula, dat zeg maar een soort van gamma is. Ja, precies. De bouwmarkten zijn hier aardig duur. En ze hebben ook lang niet alles, maar zo, je kan het bij elkaar scrabbelen, zeg maar. Krabbelen. Moeten we wat specifiekere dingen hebben, dan rijden we naar Vexje of naar Jönköping, meestal. Daarnet deed mijn camera vervelend, jammer genoeg, want toen had ik een vrachtwagen gefilmd die een enorme klapband had gehad. Maar goed, mocht het kennelijk niet zo zijn. Nu gaan we naar de beeldthema, kijken of we een coupéverwarmer kunnen vinden. En dan zijn we denk ik wel weer klaar. De beeldthema. De gebouw ziet er niet meer uit, zeg. Nee, hij is heel smerig geworden, ja. Ja, de witte gevel hier. Hier. Dat is wel handig, de meeste grote bedrijven liggen aan rotondes. Dus dan kun je gewoon van, kijk maar, daar zit Intersport, de heel gigante, die Jysk, die MFX. Daar verderop zitten Rust en de LB. En daar zit de Krangorde en de Plantagen, of weet ik veel hoe ze heet, een speelgoedzaak. Hier heb je de Max, de Beeldthema, de Erik Shop. En dan, als je nog een trekker nodig hebt, kun je hem hier ook halen. De Bukmax, van alles en nog wat. Er zit ook nog een of andere tuinmachinebedrijf daarachter. De grootste reclame die de beeldthema maakt is broodje worst. Niet eens van wat ze verkopen in de winkel, maar broodje worst. Ja. Nou, verkopen ze ook wel in de winkel, maar heeft niks te maken met je auto. Right. Dit terrein wordt heel vaak gebruikt door camperaars om te overnachten. Tijdens de zomer dan? Tijdens de zomer. Nou ja, nu ook. Ik heb ze ook nog eens gezien. Nou, we gaan hier weer even naar binnen. Tot zo. Ik heb nu... Deze broek heeft zo'n knopengulp. En dat tocht alsof die open staat. Oeh, dat is niet fijn. Dat is met min 9 minder. Nou, gaan we hier even boodschapjes doen. Nou, de beeldthema... Hier. Ja. Ze hebben Biel 15. Nou, dit is hem geworden. Ik denk van deze heeft veel capaciteit, maar je kan schakelen tussen 1200 en 700. En dan moet de inverter, maar je hebt wel als je het koud krijgt, je wil hem aandoen, vrij snel de warmte die je wil hebben. Ja, die andere die was met een sigarettenaansteker, wat ik eigenlijk prettiger vond, maar ja. Die kwam maar tot hoeveel volt, weet jij dat nog? Of wat? Hoeveel watt ik had? Dat weet ik even niet uit mijn hoofd. Nee, ik weet het ook niet meer. Maar goed. Ja, 150. Oh ja, 150 watt is natuurlijk heel weinig vermogen. En als je het koud hebt, dan wil je gewoon graag dat het snel warm wordt. Maar we gaan hem testen weer. Al deze dingen zijn allemaal van Beeldthema zelf. Het merk. De merken, ze laten ze gewoon maken voor het beeldthema. Ik heb hier 4 tientjes voor betaald. Ik ga hem testen. Het mooie is dat je hier alles altijd terug kan brengen. In de originele verpakking uiteraard. Dat je een maand, soms 3 maanden, up and chip hebt. Open koop betekent dat. En
En bij sommige winkels is dat zelfs tot een jaar. Ik heb bijvoorbeeld een jas gekocht bij de Intersport. Die zou ik een jaar later nog terug kunnen brengen. Als je er niet tevreden mee bent. Ja, precies. Deze is natuurlijk ook mooi voor je accu-installatie. Omdat je kan kiezen van, nou, ga ik even wat zuiniger met mijn accu doen. Of heb ik het erg koud terwijl ik het nu warm heb. Ja, precies. Hij is vrij zwaar ook. Het is van een robuust ding. En hij wordt veel verkocht. Dus dat wil toch wel zeggen dat mensen hem goed genoeg vinden. Nou, dat was het beeldthema. Dan gaat Steve nog even tanken en dan gaan we weer terug naar zijn huis. Tot zo. Steve gebruikt een app bij het tanken. Die geeft aan waar hij het beste kan tanken. Welke pomp zelfs op één plek het meest geeft. Wat is de prijs van de benzine dit keer? 17,34. Oftewel 1,75. Ja, wat doet die app nou precies dan? Waar ik hem voor gebruik, omdat deze auto op beide ethanol en benzine rijdt. Uh-huh. En voorheen het ethanol eigenlijk altijd goedkoper was. Ja. Maar de motor moet ook gesmeerd worden. Ethanol alleen is niet goed genoeg. Nee. Dus tijdens de zomer moet ik elke vierde tank moet ik benzine erin gooien. En tijdens de winter elke tweede tank. Uh-huh. En gewoon voor mezelf om te onthouden... wat ik voor het laatst getankt heb. Ja, precies. Kan ik het zien daarin. Maar hij houdt ook bij hoe zuinig mijn auto is. Want ik geef elke keer de kilometerstand op. Ja, ja. Hoeveel die verbruikt. Hij geeft ook herinneringen van... Hey, is het niet tijd om een keer je bandenspanning te controleren... of te kijken of je nog genoeg motorolie hebt en dat soort dingen. Het is ook een hele goede app voor als je als bedrijf... misschien meerdere voertuigen in de gaten moet houden. Oké. Okay. Dan kun je zien hoeveel... elk voertuig per benzine kost, zeg maar. Ja. Ja, hij houdt zelfs bij, als je dat wil, bij welk benzinestation je hebt getankt. Mm-hmm. En hoeveel geld je hebt gespendeerd bij elk benzinestation. Oké. Okay. Hij houdt bijna elke statistiek die je kan bedenken. Houdt hij bij? Die houdt hij bij, ja. Heeft het jou nou zuiniger laten tanken dan? Als ik dat echt zou willen, zou ik dat kunnen. Want hij heeft inderdaad een kaart erin zitten... En dan kan ik op de kaart kijken wat de benzineprijzen overal zijn. Ja. In Zweden werkt dat niet zo goed. Okay. Omdat in Zweden die tankstations allemaal hun prijzen niet zo goed opgeven aan het internet. Nee, uiteraard. Maar in Nederland zou dat waarschijnlijk wel heel goed werken. Ja. Dus dan kan jij denken van, hé, ik moet tanken. Dan kun je op de kaart kijken wat de benzineprijzen overal zijn. En zeg, oh, maar ga ik naar dat tankstation toe, ja, want die heeft het goedkoper. Ja. Dus dat is wel heel mooi. Right. Drive-O, of Driv-V, als het dubbel V is, D-R-I-V-V-O. Geeft alle voegen heeft hij uitgeslepen. Dan staat de coupéverwarmer hier en de vochtvreter. Om de vloer zo droog mogelijk te maken. Geer heeft al iets onder die ene gesteunde tegel gegoten. Dat moet drogen. En daarna kunnen ze de kit gaan gebruiken. Dus dit is nog een verhaal en een vervolg. Nou, jullie veel succes met het raam. De wensters. Hey, dat zag ik. Wat deed je daar? Wat deed je daar? Kom. Oké, ik laat hem lekker hier. Ja. Kan hem lekker met jullie kloten. Ja. Jullie lekker storen en vervelen.